onder werkelijk erbarmelijke herfstomstandigheden voor DVS TV, het weekjournaal. Masha, zowel als Carla, jullie hebben wat te doen met de meisjes onder de 15 jaar, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Hé, hey, en wat dan? Wij trainen de meiden sinds vorig seizoen. Vorig jaar zijn de meiden opgestart, meisjes C1. En daar zijn wij nu druk mee bezig. En het gaat hartstikke goed. Het gaat heel goed, ja. We staan nu tweede. Tweede, hè? Afgelopen zaterdag? 10-0 gewonnen. Ja, 10-0. 10-0? Ja, Carla was erbij. Dat zijn hele grote verschillen, hè? Ja. Hé, wat vind je leuk hieraan? Nou, wat ik echt zelf wel leuk vind, is dat de meisjes getraind worden door de meiden. Wij doen natuurlijk met de meisjes C1, meiden onder 15. Maar daar hebben we ook andere meiden uit zijn eigen team die dan de meisjes onder de 13 trainen. En dat vind ik wel echt heel leuk. Ja, dat is inderdaad heel leuk. Heb jij, Masha, altijd interesse gehad in het voetbal? Of heb je ook nog wel andere dingen die met bewegen te maken hebben? Ja, ik heb vroeger op dans gezeten. Maar nu 8 jaar of zo op voetbal. Nu ben je een dansende voetbalster. Nou. Want als je goed naar Cruijff kijkt, die danste echt werkelijk over het veld. Die kon echt hele dansante bewegingen maken, hoor, Masha. Ja, dat weet ik. Heb je daar wel eens naar gekeken? Nee. Nee? Nee, ik kijk eigenlijk meer bij meisjes gewoon. Okay. Hey, waarom gaat het zo goed met deze club meiden? Omdat we gewoon supergoed zijn. Ja? Zijn ze ook gewoon, hebben ze echt ook in jouw ogen talent? Want jij speelt bij het tweede, hè, de tweede damesteam. Maar zijn ze ook echt gewoon goed? Ja, nee, absoluut. Maar die maken een enorme groei door. Dat is heel leuk, ja. En waar zijn ze dan met name goed in? Lichamelijk of puur op techniek? Ik denk beide wel. We zijn wel heel erg fysiek aan het trainen. Dus daar oefenen we ook echt wel voor. Maar technisch, ja, ik weet niet, ook wel, denk ik, ja. Maar fysiek aan het trainen, hoe bedoel je daar dan ook mee? Ook het fitnesshok in, of niet? Ja, nu een beetje, maar ze moeten gewoon wel even wat sterker worden. Gewoon met schouderduwen en zo. Ja, dat ja. Wat ze moeilijk vinden, ja. Ja, oké, ze hebben 1 wedstrijd volgens mij verloren. Van de koploper? Ja. En die gaan ze, de volgende keer pakken, of krijgen ze die niet meer? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, weet jij dat? Als we allebei promoveren wel. Ja. Maar dat was aan het begin van het seizoen. En als we nu weer tegen zouden moeten spelen, dan... het was de allereerste wedstrijd. Maar als we nu weer tegen zouden moeten spelen, dan denk ik dat wij wel een grotere kans maken. Dat idee heb ik ook, want deze meidengroep die groeit. Dat kun je gewoon ook duidelijk zien. Onder leiding van de trainer van nu, Jan van den Berg. Ja, klopt. Gaat heel goed. Hartstikke leuk. Mooi. Nee, ik ga zo verder, hè? Ja. Okay, veel succes ermee. Dankjewel. Okay, doeg, bedankt. En dan nu aan de beurt Sifra en Jitte. Zeg ik dat goed? Ja. Sifra, dat ben jij, hè? Ja. En Jitte? Ja. Laat horen wat je leuk vindt aan voetballen. Daar komt de eerste vraag. Wat vind je nou zo leuk aan voetballen, Sifra? Teamsport. Gewoon leuk om met voetbal energie kwijt. En gewoon leuk om doelpunten te maken. Heb jij ook wel andere sporten gedaan eerder? Nee. Nee. Jij hebt echt vanaf het begin gewoon was je helemaal gek van voetballen. Ja, eigenlijk. Altijd veel met jongens gevoetbald? Ja. Eerste jaar met de meiden dit dus. Okay. En toen kwamen de meiden en jij ook. Lekker. Heb je eerst nog iets anders gedaan? Ja, ik heb tennis gedaan. Tennis? Ja. Maar dit vind je gewoon veel leuker? Ja, dit vind ik veel leuker. Puur een teamsport? Ja, precies. En jullie zijn als team echt ongelooflijk goed bezig, hè? Ja. Ken jij Vivianne Miedema? Nee. Nee? Dat is de spits van het Nederlands elftal voor dames. Hè? Die zit ook bij Bayern München. Die heeft er heel veel in geschopt in haar leven. En ik heb me laten vertellen dat jij dat ook doet. Ja, klopt. Nou, dus heel gauw naar Bayern München. Ja, zou leuk zijn. Maar voorlopig blijf je wel mooi even bij DVS. Hè? Ja. Hoeveel heb je dan al ingeschopt in de competitie? Rond de 30 volgens mij. Rond de 30? Niet te geloven. Je bent topscorer van heel DVS. Leuk. Dat denk ik wel. Jij speelt gewoon in de spits en krijgt echt heel veel bruikbare ballen om te scoren. Ja, klopt. Ja. Mooi. En jij? Waar sta jij? Ik sta meestal linksback. Linksback? Ja. En dit team, is dat ook echt een team? Hebben jullie ook altijd heel veel lol met elkaar buiten het voetbal om? Ja, zeker wel.
Ja. En wat doe je dan zoal? Bij het eerste kijken of gewoon hier op DVS voetballen. Ja. Een potje bowlen of zo, een keer een avond? Ja, zou leuk zijn. Ja? Misschien wel een idee. Heb je dat nog niet eerder gedaan? Wel met andere teams, maar nog niet met dit team. Oké, nou, met dit team gaat er binnenkort gebouwd worden. Carla en Maya, die staan hier ook in de buurt. Dus, geniet ervan, hè? En 10-0 afgelopen zaterdag. Hoeveel heb jij er gescoord zaterdag? 6. 6? Niet te geloven, 6 doelpunten. En jij? 0. 0. Maar je hebt wel een assist gegeven. Wat is dat, meneer? Of weet je dat wel? Ja, dat weet ik wel. Natuurlijk weet je dat. Ja, naar andere wedstrijden wel. Dan stond ik wel een paar keer voor of midden. En had ik ook al gescoord. Maar nu sta ik meestal achterin. Dus, En jullie proberen echt voetbal te spelen van achteruit? Of komt er ook wel eens een lange bal van de keeper? Ja. Kijk eens wie eraan komt. Ja, daar komt de rest van de meiden. En dat was natuurlijk wel te verwachten. Want jullie zijn natuurlijk wel een heel echt team, hè? Ja. Een topteam ook. Ja. Oké, hartstikke mooi. 10-0 afgelopen zaterdag. Hè? Ja. In de rust 2-0, hè? Ja. Ben ik goed geïnformeerd, hè? Vond je niet? Ja hoor. Vind je het leuk? Ja, sowieso. Binnenkort gaan jullie bowlen, heb ik gehoord. Is goed voor de teambuilding. Zin in? Ja, ik wel. Dus kom maar door. Oké. Nou meiden, ga maar weer hard trainen. Want jullie zijn zo goed. Bye.